Hier bij Rena zijn wij gespecialiseerd in LED-techniek. We doen dat met de volgende activiteiten. Engineering, we produceren het. En als de klant het nodig vindt, dan begeleiden we ook nog het project. Dus de technologie die wij gebruiken is standaard. Dat zijn wat wij noemen basic building blocks. Maar wat wij vaak voor de klant leveren, is maatwerk. Wat wij naar de klanten willen brengen is proven technology, dus bewezen techniek, waar de risico's eigenlijk uit zijn. Dus op het moment dat een klant een nieuw product van ons krijgt, ziet het er wel helemaal nieuw uit, maar de binnenkant kan best wel eens, is heel vaak gestoeld op bestaande techniek. De specialiteit van Rena ligt echt in de industriële producten. En ook wel kantoorgerelateerd, maar minder consumentengerelateerd. Er zit een hele dynamiek in de verlichtingsmarkt op dit moment. Want alles moet eigenlijk over naar LED's. Omdat de LED op termijn, ik ga niet zeggen nu al, maar op termijn zoveel voordelen gaat hebben boven de conventionele verlichting. Dat je om budgettechnische redenen of om duurzaamheidsredenen of om efficiëntieredenen heel veel kunt vinden bij die LED. Het zijn de architecten en de lichtarchitecten en de kunstenaars die drijven je altijd naar het uiterste van wat mogelijk is. Dat helpt onze engineers natuurlijk heel erg om steeds maar nieuwe technieken te bedenken. Om die innovatie elke keer weer aan te gaan. Als ik kijk naar voorbeelden die we daar gemaakt hebben, dan kom je bijvoorbeeld uit bij de brug over in Eindhoven, het viaduct. Waarbij de viaduct naar de high-tech campus verlicht is met LED's. Heet nu de trots van Eindhoven, hè. Ze is gekozen tot prijswinnaar van Eindhoven nu. LED's heeft eigenlijk in alle markten waar wij zitten, heeft wel een ander voordeel. Als je zegt van op cruiseschepen, in treinstellen of in vliegtuigen, dan moet je heel trillingsbestendig zijn. En de LED is heel trillingsbestendig. Die kan je 5 hoog het raam uitgooien en dat blijft functioneren. Ga je naar museums kijken, dan heeft een LED geen ultraviolet als bijzaak. Dus je tast je kunstwerken niet aan. Ga je naar de vleeswarenindustrie kijken, een LED heeft geen infrarood. Dus het trekt geen insecten aan. En zo heeft in elke markt heeft een LED bijkomende voordelen ten opzichte van het hoofdvoordeel. En dat zou dus energiezuinigheid moeten zijn. Er zijn hele goede LED's op dit moment, maar in sfeer mis je er altijd iets in. En dat gaat zeker goed komen in de komende 2 jaar.